Welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu maandagavond en ik ga zo weg naar de première van Pirates of the Caribbean. Nummer 3? Nee, 4. Anyone? Denk niet. 4 volgens mij, ik weet het echt niet. Anyway, we moeten opstappen bij het muziekgebouw, bij het IJ. En vanaf daar gaan we naar het Scheepvaartmuseum. Maar we zijn een beetje laat, dus we moeten opschieten. En ik ga jullie meenemen. We worden met deze boot vervoerd naar de locatie. En ik zie al mensen verkleed als piraten, maar ik ben zelf helemaal niet verkleed. Hebben jullie nog nooit gezien? Ik ben volgens mij nog nooit hier geweest, nee. Wow, moeten jullie kijken hoe dit eruit ziet. Het is een hele gouden boot. Zo mooi. Mooi, hè? Wauw, kijk, hier ga ik echt een foto van maken. Hi girl! Jack Sparrow, is that you? Ja, ik wel. Hoi, het is vandaag dinsdag. En Loes en ik gaan vandaag de zomercollectie shooten voor onze lookbook. En ja, dat gaan we doen, toch Lo? Yes. Daar zit ze. En we hadden van de meiden van SoapBR een pakketje gehad van allemaal producten van Kiko. Ik ga het jullie even beter laten zien. Dan zien jullie het wat beter. Dit is een blush. Een bronzer. Lippenstift. Ik zal even eentje openmaken. Even kijken hoe gaat het open. Zo. Oeh, mooi. Zo. Dat gaat moeilijk met één hand. Mooi deze. En die blush ook even kijken. Dit vind ik ook mooi. En voor de rest, dit is een... Even kijken. Oh, het is verkeerd om. Eyeliner. Mascara. Eyeshadow. Oké. Nou, dankjewel SoapBR en Kiko. Jasmina is weer terug van vakantie. I'm back, B. Ze mag je back zeggen op de vlog. B. B. I'm back, B. I was gone for... Wow. Hey, nu, kijk, nu zijn we weer bitter. Raar deze camera soms. En Jasmina is blond. Oh ja, ik was helemaal op de vlog met bruin haar. Ja. En nu is ze blond. Pretty, so pretty. Cute. Ik ging de andere producten ook nog eventjes openmaken, maar besef dit. Blauwe lippenstift. Ik heb dit dus nog nooit gezien. Ja, ik ga het wel een keer proberen. Misschien is het wel vet. We gaan nu de foto's maken. En een vriend van ons, Noël. Hij heeft vandaag een baby gekregen, hello. Ja! Ja, hij niet, zijn vriendin natuurlijk. Shitty heet ze. En de baby heet Ivy en we hebben net al foto's ontvangen. En ze is zo knap. Lo en ik willen vanavond eigenlijk al langs gaan. Oeh, ik hoop dat het mag. Ik kan niet wachten om het te zien. Ik ben zo blij voor jullie, Noël en Shitty. Zo, we zijn klaar om te shooten. Dit zijn de hakken die we ervoor gaan gebruiken. Let's go! It's a wrap. Wij zijn onderweg naar de Phoenix Awards. Yeah. Het is nu 8:55. Dus we zijn wel op tijd. En ik moet alleen nog een beetje eten. Dus ik zat te denken bij dat ene tentje bij het Leidseplein. Waar ook altijd na uitgaan zeg maar chips te kopen is en water en zo. Dat wil je daar eten? Om daar snel iets te kopen. We zijn nu de tunnel, dus heel donker. Mijn lipgloss is popping. Maar daar lopen we wel langs, toch? Ja. We hebben tickets van Fonne. Thank you, Fonne. Als je kijkt. I don't know if you're watching my vlog, but bij deze bedankt. En ja, ik mag daar wel filmen, toch? Neem ik aan. Voor je, het is een saaie vlog. Ja. En als ik mag filmen, dan ga ik wat stukjes van het optreden laten zien. Van de optredens.
Want Ronnie Flex komt, Boef, Jonah Fraser. Oh, we moeten naar links, ja. En nog meer artiesten. Dus ik kan wel wat laten zien. Ik kom ook. Ik weet alleen niet op. Wat zeg je? Ik zeg ik kom ook. Ik weet alleen niet op. Ja. Jij mag ook gefilmd worden. We wisten niet waar we moesten eten en toen kwamen we Monica tegen en zij zei dat we hier bij Bark moesten zijn. En daar gaan we nu naar binnen. Die ziet er super leuk uit. Thank you, Mo. Dinner till after midnight. Ik vroeg om een appelsap, maar dat hadden ze niet. Dus wij hebben allebei een tomatensap. Ik vind het wel lekker. En Sam heeft met tabasco erbij, maar dat is volgens mij pepper. Een beetje pittig. Hallo. Hallo. Matching with your shirt. Yes. Bij de studio. Dit is de avocado met krab. En volgens mij zit hier 10 avocados in ofzo. Kijk even hoeveel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dankjewel. 8, 9. Daaronder zeker nog wel 2. Zelf. Oh, maar het wel voor door de helft. Wat zeg ik tot de helft? We hebben nu allebei een tornado van ossehaas. En aardappeltjes en boontjes en een courgette. Nou, mijn complimenten voor dit restaurant. Echt top. Super goed gegeten, heel lekker. Picobello. En echt super goede service, hele aardige mensen. Ja. En ja. Wat was er nog meer goed? Oh ja, gewoon heel, hele snelle servering. Lekker bediening. Eten. Lekker vooral, ja. En nu zit de dag er weer op. Het is inmiddels 1:30. We zijn lekker. Goeie wijn. Ja, de wijn was ook lekker inderdaad. Maar het is inderdaad, het is al 1:30, dus wij gaan nu lekker naar huis.
En lekker slapen. Nou, koud. Good night. Hoi, het is vandaag woensdag en we zijn in de showroom. En er is net een special delivery gebracht. En I'm speechless. Het is echt niet normaal. Zo mooi. Ik vind het zo mooi. Echt zo blij mee. Oké. Ga jij het laten zien lopen? Yeah. Oké, one moment. Are you ready? Kijk dit. Even serieus. Oh, hoe mooi. Al de brillen zijn van Kachichi. En het merk is Key. Staat allemaal hier. En even serieus. Hoe mooi zijn deze brillen allemaal? Zo mooi. Ja, ga jij me even passen? Ja, dit is zo vet. Het is echt zo mooi. Ik denk dat dit echt mijn favoriet is. Deze heb ik nog helemaal niet gezien. En deze vind ik ook echt vet. Is het te groot voor mijn hoofd? Nee, het is vet. Ook met een hoge knot. Gewoon met een leerjasje. Deze vind ik ook heel mooi. Ga ik even opdoen. Ja, ook echt leuk voor de zomer. Leuk? Super leuk. Echt zo blij mee. Echt, hoe mooi zijn deze brillen. En we hebben ze dus van Kachichi. En we zullen ook eventjes de link van de website in de bio plaatsen. Zodat als jullie ook zo'n mooie bril willen, kunnen jullie daar bestellen. Ze zijn echt super vet. En ik ben er zo blij mee. En let us know wat jullie favoriet. Ja, welke vinden jullie het leukst? Mijn is deze. Ja? En die van jou die? Ja, dit is echt mijn favoriet. Ja, eigenlijk vind ik ze allemaal vet. Deze is ook echt leuk hoor. Ja. Ik hoorde dat Khloe Kardashian deze veel op heeft. Heel mooi. Thank you, Kachichi. Super blij Thank mee. Thank you so much. We love it. Kijk, en vandaag heb ik de white leg joggers gewoon dicht. Zonder dat ik de buttons open. Zo vind ik hem ook heel leuk. Dus zo kan je de broek ook dragen. Gewoon lekker dicht. My favorite joggers. Ik ben trouwens nu weer een leuk pakketje aan het inpakken. En deze keer voor een hele grote YouTuber uit Nederland. Masha van Beauty Gloss. En ze heeft dit uitgekozen. En ja, dat gaan we nu verzenden. Loes en ik zijn nu nieuwe stoffen voor de winter aan het uitkiezen. En welke vinden jullie het mooist van de velvet kwaliteit? Deze of deze? Let us know in the comments. Ik ben met Martin. En we hebben hele leuke stoffen uitgekozen, toch? Voor de winter. Ja, absoluut. Allemaal nieuwe mode weer voor aankomende winter. En, ja, ik denk dat het hartstikke leuke, gave dingen zijn. Ik denk het ook. So keep following. Ik zit weer in de auto. Ik ben iets eerder weggegaan van werk. Het is nu 4 uur. En ik ben onderweg naar Shiro's. Ik ga weer wat donkerder. Elke keer lijkt het wel of mijn haar toch weer lichter wordt door de zon, denk ik. En er staat een beetje file, dus ik kom ietsje te laat. Vind ik niet zo leuk. Maar ik heb mijn nieuwe bril op van Kachichi. En dit is van het merk Key. En I'm in love. Ik vind ze echt zo mooi. Echt, I'm so happy. En de zon schijnt, dus dan ben ik sowieso blij. Roos! Mooi! Wat cute! Was er, ja. Ik denk dat ik er foto's van maken, toch? Oh ja, ja, dat is leuk. Ja. Yay! Ja, samen doen. Ik heb een stoffen maken. Ja. Zelfde schoenen. Ja, top. Doen we. Ik kon letterlijk nog maar 30 kilometer rijden. Dus ik ben zo blij dat ik het gehaald. Ik kom net bij Shiro's vandaan en kijk, mijn haar is weer donker. Ik ben er zo blij mee. Thank you so much, Shiro's. I love it. En ik sta nu voor de Mackie. Ik had echt weer een keer cravings naar Mackie. Maar ik mag dus ook geen tarwe meer door de bloedgroep dieet. Dus ik ga vragen of ze glutenvrije burgers hebben. Ik dacht dat McDonald's het had. Ik weet niet zeker. Ik ga het nu zien. Goedenavond. Mag ik een medium patat met frietsaus? Ja. En mag ik een cheeseburger? Maar hebben jullie ook glutenvrij brood? Ja, kan. Mag ik dan een glutenvrije cheeseburger? Ja. En dat was het. Dat is het zo. Wordt 4:25 mag je doorrijden naar de eerste. Dank je, doei doei. Oh my god, ze hebben dus gewoon glutenvrije burgers. Dat is toch top? Ik vind dat echt top van Mackie. Ik ben nu aan het wachten op Lo en dan gaan wij naar baby van Noël en Shadi. Ze heet Ivy en ze is nu 2 dagen oud en ik kan echt niet wachten om haar te zien. Noël heeft ze heel veel schattige foto's gestuurd en we gaan er nu heen, yay!
my god, mijn iPhone begon net helemaal te trillen en te, hoe noem je dat? Een alarm ging af, want er is een noodmelding. Te veel mensen in de stad door Ajax. Lol. Dit is de papa van Ivy. Noelle. Ik ken jou ook al heel lang, toch? Echt heel lang. Ik heb net je zo klein was nog. Toen zo'n kleine baby nog was en nu ben je zelf een baby. Nu heb ik zelf een kleine Amber. Ja. Nu ben ik tante geworden. Ja, ze is tante geworden van de kleine Ivy die jullie zo gaan zien. Ja. Oh, nu zie je haar gezicht niet. Kijk hoe knap Ivy is. Ze is zo mooi. Echt een knappie. Oh. Het was even super gezellig bij Noelle, Shadi en Ivy. Ze is zo mooi, I'm in love. En nu ben ik Gio ophalen. En ik ben weer een keer met Gio, maar we weten alleen nog niet wat we gaan doen. Dus dat gaan we zo even uitvogelen. Gio! Ik heb je gemist. Oh, wacht, mijn tas. I missed you so much. We're reunited. We zijn herenigd. Wow, how are you? Are you still alive? Live. Yay! Je ruikt lekker. Echt? Thank you, Tom Ford. Love it. Good morning, ik zit net in de auto. Het is zo lekker weer. Het is echt 26 graden. Dus ik heb mijn raam open, want het is zo heet. Het is natuurlijk leer van binnen en ik verbrand bijna. Ik ga nu naar Sari Vincent Laser Clinic. Ik ga weer lekker laseren. En daarna ga ik naar Universal Nails om een pedicure te nemen. En dan ben ik weer helemaal lekker fris voor vandaag. Ik ben bij Sarah Vincent Laser Clinic. We zijn weer de beentjes aan het laseren. Mooie beentjes voor allemaal. Oh, thank you. En het is gewoon echt, je voelt niks ervan. En ik ben al bijna haarvrij, hè? Ja. Ja. Gaat goed? Yay. Het is echt top dit. Helemaal voor de zomer, ik moet gewoon niet meer te scheren. Oh, echt hè? En dit blijft voor altijd en dan af en toe even bijwerken als het weer terugkomt. Onderhoud. Hè? Ja. We zijn nu de achterkant van de benen aan het doen. Sarah is in de house. Yeah. Ik heb echt een hele chille behandeling gehad. Yes. En hoeveel behandelingen denk je nog dat ik moet? Voor je benen. Even kijken. Voor je benen heb je er nog sowieso 500. Ja. Ja. Ja, ik zie nu dus al verschillen. Ja. Zo chill. I love it. Yay, goed te horen. Zo, ik ben weer klaar bij de laser. Bij lieve Sarah. En nu ga ik naar Universal Nails en ik film dit met mijn iPhone, want mijn camera is op. Dus ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is. We shall see. Ik ben bij Kiki. Say hi. En we gaan denk ik even sparen, toch? Jalla. We zijn spontaan op een boot beland. I don't know how. Wij zijn lekker met brood, jongen. Yum. Wij hebben een super lekkere dag gehad op het water. Heel spontaan. Heel spontaan. Ja. En nu ga ik weer lekker naar huis toe. En jij ook. Oh, jij gaat naar een feestje. Arden. Ja, birthday party. Sorry dat ik niet kan komen. Ja. Next time. Ja, je kan vanavond ook gaan komen. Nee, ik kan niet. Please. Doeg. Triple.